Kan ik verder nog iets voor u doen? Oké, goeiedag. Dat was dan mijn klant. Weer een hoop mensen kunnen helpen vandaag. Goedemorgen, ik ben Ronne, opgestaan, ontbeten. Ik werk bij IKEA. Daar ga ik ook straks van alles laten zien, bij het callcenter. De centrale zin daar is goedemorgen IKEA Nederland Klantenservice. Wat kan ik voor u doen? Kijk eens, dat is onze Puk, de luisterkat van de wereld. We hebben nog een kat en dat is Annie. Welkom bij IKEA Groningen. Hier zit de vestiging. Een heleboel afdelingen bij het CSC, het Customer Service Center. Naast dat telefoon die we allemaal aannemen, wordt ook social media beantwoord door een afdeling die hier aan het werk is. Hoi. Dag Ronne. Hallo. Hallo. Jij kan me wat vertellen over wat social media hier precies doet. Ik wil je wel wat laten zien over hoe het zo'n beetje werkt. Als ik hier bijvoorbeeld onze Instagram pagina erbij pak, dan worden eigenlijk vanuit Amsterdam worden daar posts geplaatst. En we ontvangen ongeveer zo'n, ik denk zo'n 500 berichten per dag. Zo. Van klanten die onze hulp nodig hebben. Ja. En die helpen we graag. En naast mijn werk achter de telefoon doe ik nog wat anders bij IKEA. Ik zit in een commissie van de ondernemingsraad. Dat heet de LMZ, lokale medezeggenschap, landelijk iets. Deur piept. Maakt niet uit. Daar zijn we het klankbord van de medewerkers richting de leiding en andersom wat wij daarvan vinden. Daar ga ik nu even heen. Dit zijn Marjolein en Gina. Hallo. We hebben een groot panel binnen het callcenter wat regelmatig een vraag krijgt met betrekking tot hun werkzaamheden. Waarmee we ook hopen terug te krijgen hoe het gaat met de afdeling. Kan ik verder nog iets voor u doen? Oké, goeiedag. Dat was dan mijn klant. Weer een hoop mensen kunnen helpen vandaag met logistieke vragen. Hoe laat komt mijn levering? Er is montage geweest, er is schade. Wanneer komt de omruiling en gaat er dan ook opnieuw gemonteerd worden? Nou, een heleboel van dat soort vragen. Op weg naar huis, na een dag weer bij IKEA, waar ik weer een hoop dingen kon oplossen. Waar ik een hoop dingen zelf kon beslissen over hoe ik het kon oplossen. En waar het ook altijd leuk is om je collega's weer te zien, om je te zijn. En nu even tijd voor andere dingen.